Welkom dames en peertjes bij deze exclusieve No Limits video. Nou, exclusief, het is gewoon een nieuw deel. Alleen het is een hele speciale aflevering. En waarom is het een speciale aflevering? Na het intro. Oké, people, let's go to work. Oké, rustig blijven. Het komt allemaal goed. Ik ga het vertellen. Wat een herrie buiten. Er zijn een paar mensen die hebben bij Vidim e-mail een aantal dingetjes opgestuurd die ik moest opnemen. Dat zijn gemaakte coasters door jullie zelf. Jullie hebben gewoon een achtbaan gemaakt en daar een paar uren mee bezig geweest en naar mij opgestuurd. Dat mag altijd, want die wil ik gewoon ook gaan spelen. Deze is volgens mij niet gemaakt door iemand van jullie, maar is wel een aanradertje. Dus het heet Atlas. En nou, het loading screen ziet er al fantastisch uit, dus ik ben benieuwd naar de achtbaan. Het hapert, het loopt gewoon niet vloeiend. Wauw, en ik moet ook... Nee, het loopt niet zo vloeiend. Ik denk dat er heel veel is gebouwd in dit stuk. Maar dat betekent niet dat we hem niet gaan rijden. Ik denk ook dat het over... Ik denk dat het nacht is, dat het dan een beetje... Dat hij gaat zeuren. En ik weet niet hoe je... Hoe je zeg maar dag maakt. Dan zou ik even moeten zoeken. Overdag zal het wel wat... Kijk hoor. Nee, kan ik echt iets vinden over overdag maken? Nou, dan moeten we maar eventjes in de nacht zien. Kunnen we het echt niet dag maken? Mensen zitten nu te schreeuwen. Vincent, druk op die toets en doe dat en doe dat. Oké, daar komt een karretje aan. Ik hoop dat hij een beetje vloeiender gaat als hij die kant op gaat. Maar ik denk dat er gebruik is gemaakt van heel veel lampjes en allerlei zooi. Maar we gaan erin zitten. En het is een hangachtbaan. Maar gewoon qua thematisatie zag het wel leuk uit. Jammer dat het geen overdekt station is. Daar ben ik altijd wel een echte fan van. Daar gaan we. Ik ben heel benieuwd. De bodem gaat lager. Ja, gaan we nog? Go! Fluiten! Ja! Ik ben heel benieuwd. Hij gaat helemaal niet zo hoog, die achtbaan. Het ziet er ook heel erg uit alsof het een hele kleine achtbaan is. Ah. Het ziet er nu toe echt heel erg gaaf uit al. En nou nog de layout. Oh, lichteffecten zelfs. Ik denk dat dat de boosdoeners zijn. Oh shit. Excuus mensen voor de lag. Excuus. Maar ja, ik mag eigenlijk ook niet op zonlicht zetten, weet je. Ik mag die overdag maken, want dat zou zonde zijn. Diegene heeft het gewoon zo ingesteld, dus ik moet hem gewoon zo ook rijden. Nou, zo zie je ook dat het spel best wel zwaar kan zijn voor je computer. Dat heb ik ook bij Rollercoaster Tycoon 3 hoor. Oh, we gaan onder de grond zo, zelfs met lampen en gekleurde lampen. Ik vind het een hele vette coaster. Daarom is het eigenlijk geen aflevering, omdat we daar misschien wat minder een mooie baan gaan zien. Is het eigenlijk best wel vals als we dan deze coaster selecteren. Want dit zou dan automatisch de beste zijn. Maar dat telt dan niet. Dus ik heb zoiets van, we gaan gewoon deze even afkijken. En dan gaan we gewoon even, gewoon op ons gemakje even een paar achtbanen bekijken. De rijt is gedaan. En ik vond hem heel cool. Atlas. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. De volgende die ik heb gedaan is Minecar Explosie. Ik weet niet of het een grapje moet zijn. Of dat er een explosie is gemaakt. Ik ben heel benieuwd. Ik weet niet of dit van een kijker is. Excuus als ik je naam niet meer weet. Maar diegene die de aflevering kijkt, die kan even een comment neerzetten onderin deze video. En dan zien we het wel. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er heel apart uit. Een heel aparte coaster. Een heel leuk sfeertje. Een beetje desert. Met leuke... Hij gaat ook helemaal niet hoog. Dus ik ben benieuwd hoe hoog die daar boven kan komen. Ik denk dat die twee keer wordt getakeld. Maar we zien het wel. Maar dit is een van de eerste achtbanen geloof ik. Als dat echt deze is die ik bedoel. Oh, gaat lekker schuin. Oh, dat is wel spannend. Ik zie wel sowieso aan hoe het gebouwd is dat er dingen in terugkomen die ik toen ook deed. Schoonheidsfoutjes, weet je al. Dit gaat echt heel schuin. En heeft geen vaart. Is best spannend. Loopt niet vloeiend. Gaat zelfs het water in. Oh, je crap. We gaan heel langzaam en de bocht is alleen maar schuin. Ik denk dat je dat foutje moet oplossen volgende keer. Wel apart dat je zo onder het station doorgaat. Dat vind ik echt heel apart.
Hij heeft duidelijk iets met de bochten gedaan. Die zien er nog niet helemaal schön uit. Zo'n toetakeling heb ik nog nooit gezien, dus dat maakt het ook wel heel vet. Oké, ik zal stoppen met surren. Ik sur niet. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie mensen... Dat je gewoon wat instuurt, dat ik dan erin kan zitten. En aan jullie kan laten zien. En niet zomaar die video gaan skippen, hè, van... Ja, die achtbaan ziet er toch niet uit, want ik vind het echt heel leuk gedaan. En je weet hoeveel moeite dit kost. Je kan uren bezig zijn met zoiets. Dus het is fantastisch hoe iemand dan... Ja, tijd erin steekt. Maar er zitten wel een aantal bochtfoutjes in. Ik zou dat een beetje afwerken. Je hebt een toets daarvoor, een combinatietoets. Moet je even de andere aflevering kijken. Ik weet niet hoe welke toetscombinatie dat was. Einde is ook een beetje apart. Lijkt op een afdaling, maar keihard weer... Nou, je valt mee met remmen. Oké, dit was mijn car explosie. Een heel aparte naam. En we hebben ook de Steel Coaster. Ik weet niet wat dat is. We gaan het rijden. Creating Trains. Geen loading screen. Heel droog No Limits 2. Hij maakt de background, achtergrond. En dan zitten wij in de achtbaan. De Steel Coaster. Ik ben benieuwd. En ik weet misschien waarom mijn spel het sloom deed. Er staan andere programma's open. En spelletjes. En dat vindt mijn computer niet zo leuk. Excuus daarvoor, mensen. Oh, lekker vaartje. Heerlijke looping. I'm loving it, McDonald's. Oh. Het heeft een lekker vaartje. Zelfs nog een extra toetakelingetje. Oh, die bocht is niet zo vloeiend. De layout is heel erg... Oh, wat zeg. Oh, scherp. Oh, die bocht was niet zo lekker. Ik denk dat daar bijna je hoofd eraf vloog, tweemaal. Nou, ik moet zeggen, de layout is heel vet. Alleen hij is een beetje nog niet echt vloeiend. Nee, hij is nog niet zo vloeiend. Maar, zeker niet af te kraken. Ik wilde nog eentje doen, gewoon 4 achtbanen. Deze heet No Limits 2. Ik had echt geen originelere naam bedacht dan het spelnaam te gebruiken voor je achtbaan. Ik weet ook niet wat het is. Ik kan je niks vertellen. Ik kan niks schokken. Of het een houten achtbaan is, of een hangachtbaan, of een stalen achtbaan. I don't know. Maar we zien het in een paar seconden. En jullie kunnen alsnog even je mening geven over die achtbaan. Oh, wat grappig. Een treintje. Wat grappig. Het is echt een treintje. En daar in de verte staat nog een achtbaan. Wat leuk. Oh, dit is echt heel... Heel leuk gedaan dit. Ik zit ook gewoon lekker vooraan, weet je wel. Dat doet me denken toen ik in Disney was. Toen bij de Big Thunder Mountain. Wat? Oh, hij ging net... Ik denk of hij op zijn kop ging. Wat apart. Dit vind ik een hele aparte baan. Wauw. Sowieso, het type achtbaan is gewoon al fantastisch. Dat zeg ik je eerlijk. Nou, dat was echt de grootste achtbaan die ik ooit heb gezien. Maar wat een apart coastertje. Hij heeft een leuke layout. Ik vind het wel heel knus. Het ziet er wel leuk uit. Laten we deze doen. Dat is een hangachtbaan. Kan ik hier nog instappen? Absoluut. We stappen gewoon in. En dan komen wij... Dan gaat dadelijk de vloer verdwijnen. En dan hebben we gewoon 5 achtbanen gedaan. In 1 video. I'm loving it, McDonald's. En de potjes gaan... Ga maar dicht. Kom op. We willen gaan. We willen starten. We willen keihard weggaan. De potjes zitten klem. Ja, nou, dat is niet mijn zorg. Kom op. Het is dus een hangachtbaan. Dat was duidelijk, hè. En ik zie een looping erin. De layout, ik vind dat diegene die dit hebben gemaakt, heeft al echt een fantastische look. Of een hele mooi zicht op layouts. Oh, die beugel zit erop. Oh, lekker strak. Gaaf, hè, dat plateau verdwijnt. Ik vind het fantastisch. Het zijn mooie constructies, achtbanen. Het is zo prachtig. Ik weet dat het altijd hetzelfde is, weet je. Maar als je ziet hoe alles gemaakt is, het is tot de nopjes uitgewerkt. Dan heb ik het over het echte leven en niet over No Limits. Wow, maar hier zie ik wel een fout. Zien jullie het ook? De baan loopt de baan een soort van schuin? Het lijkt er wel op dat hij dat niet terecht heeft gedaan. Alsnog, ik vind hem wel heel vet al. Ja, kijk, dat dit schuin is, dat weet ik. Oh, zit daar een knik in? Oh, dit is creepy. Oh, er zat een soort knik in. Die was niet helemaal vloeiend. Uit de verte leek hij wel vloeiend.
moeilijk hoor jongens om een vloeiende achtbaan te maken. Lekker vaartje. Beetje saai dit zo. Dit maakt het wel weer goed. We hebben een lekker vaartje. Kijk hoe hoog die achtbaan nog kan gewoon. Oh, is het einde weer een beetje afgeraffeld? Ik had nog een leuk bochtje gemaakt, weet je wel? Oh, dit is wel heel erg afgeraffeld, dit. Einde vind ik wel leuk zo. Dat je zo nog even die laatste bocht zo. Zelfs No Limit simulatie staat gewoon op de karretje zelf. Nou, als we even hier uitstappen. Kijk, ik vond, even om even te zeuren, ik vond dit een beetje saai. Dit. Kijk, je maakt een bocht. Laat hem eronder doorgaan. Je had hier nog wel een cirkel kunnen maken, hoe ik nu draai. En dan had je zo verder kunnen gaan met dit. Ik denk dat dat nog verder had geweest. Maar, al met al zeker een leuke layout. En het einde was een beetje jammer. Maar, kijk wat een speelveld je hebt. Het is prachtig, het is geweldig. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze No Limits video. Laat zeker een leuke comment achter. En tot de volgende keer. No Limits 2. Saluto!